Het betreurt ons ten zeerste, op de namen, dat ons vlucht MH17 is verongelukt boven de Oekraïne. Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden, waar we op dit moment onze eerste zorg naar uitgaat. De Oekraïense luchtverkeersleiding die heeft bericht gekregen om 14:15, dus 14:15, dat het contact is verloren met de MH17. Het vliegtuig bevond zich op dat moment 30 kilometer van Tamak, een plaats ongeveer 50 kilometer van de Russische-Oekraïense grens. Dames en heren, mijn naam is Jos Nijhuis. Ik ben de president-directeur van Schiphol Airport. We zijn zeer geschokt door het nieuws dat vlucht MH17 van Malaysian Airlines op een weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur is verongelukt. We leven mee met het verdriet die de familie en bekenden van de passagiers en crew nu ervaren. En onze gedachten zijn natuurlijk bij hen. We betuigen hen en de medewerkers van Malaysian Airlines ons medeleven en wensen hen heel veel sterkte toe in het dragen van dit verlies. We zullen alles doen wat ons vermogen ligt om hen op Schiphol zo goed mogelijk op te vangen en te ondersteunen.